Ik jat er gewoon lekker doorheen. Spoiler alert! Hi lieve kijkers, ik ben Plina, maar jullie mogen me Pinus noemen. En welkom op mijn kanaal. Ik heb voor vandaag voor jullie een unboxing. Als je me volgt op Instagram heb je het al lang zien komen dat ik bezig ben geweest met een poppenhuis swap. Ik heb al mijn kracht moeten verzamelen om het niet uit te pakken. Ik ben echt zeer, zeer benieuwd. Het pakketje ziet er zo uit. Ik heb wel het verpakkingsmateriaal eraf gehaald, maar ik heb hem nog niet opengemaakt. Mijn moodboard zag er zo uit. En dus daarvanuit kon mijn swapmaatje dus uitmaken wat bij mij leuk zou zijn daarin. En dat ga ik dus nu even openmaken. Ik zit hier boven bij mijn bureautje. Het is hier weer een bende. Ik heb het pas nog opgeruimd, maar toch komt het dan weer het een en ander aan troepjes. Dus sorry voor de troep alvast. Om me heen is er nog niet zo heel erg veel gebeurd. Dus mocht je ook zoiets hebben van... Vandaar dus. Dus nou, ik neem jullie wel eventjes mee met het openmaken van het eerste moment. Spannend. Oh jeetje, het zijn er echt wel een hele hoop, zeg. Oh, god. Happy, happy to you. Er staat... Ik vond het heel erg leuk om voor jou een hele leuke swap te maken. Maar ik vind het ook heel erg spannend. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Heel veel uitpak plezier. Liefst Alessandra. Oh, wat een hoop. Ik ga eerst kijken wat dit is. Want dit is wel echt heel erg leuk, zeg. Trick or treat. My skin. Wat super cute. Oh, het is een... Zou het echt zo zijn? Een masker in de vorm van een vleermuis. Dat zou echt wel hilarisch zijn. Heel leuk. Ga ik zeker een keer doen. Oké, wauw. Dit is echt, wel echt gigantisch veel. We gaan het uitpakken. Ik begin gewoon van vooraf aan. Ah. Oh ja. Oh. Kijk nou. Koekjes en donuts in Halloween kleuren. Oh, ontzettend gaaf. Dankjewel. Het gaat echt heel vaak gebeuren dit. Oké, ik heb hier een pakje met veertjes. Dit is ook echt wel schattig. Ik denk dat ze het inderdaad allemaal zelf gemaakt hebben. Het zijn twee hele kleine vaasjes om een heel klein bloemetje of iets dergelijks in te doen. Heel schattig. Ik heb hier een heel klein cactus. Stickertje op een pakketje. Het is echt zoveel gewoon. Ik voel echt een gigantische bofkont. Oh! Ik had het echt allemaal niet verwacht. Kijk nou. Een deurmatje. En een hele kleine spokenslingertje. Je moet er maar opkomen gewoon. Het is echt heel erg leuk. Ik word hier gewoon zo stil van, dat ik er een beetje vol van schiet. Het is allemaal zo mooi. Kijk nou. Het is echt zo cute. Het zijn hele kleine pompoentjes in hele mooie, zachte kleurtjes. Ik vind die zachte kleuren vind ik zo mooi staan met oranje, zeg maar. Kijk, het staat toch echt super leuk. En met zwart en... Oh, hemel jongens. Ongelooflijk. Oh, wat ben ik blij met jou als swapmaatje. Weer naar de volgende. Het is ook echt zoveel dat ik gewoon geen tijd heb om het echt lang te laten duren. Ach, het is ook ontzettend leuk. Oh, dit zijn gewoon leuke stickertjes en plaatjes en zo die je dan kan gebruiken in je poppenhuis. Voor leuk voor aan de muur. Zo een beetje bij elkaar hebben gedaan nu. Heel erg leuk. Dankjewel. Yeah! Boekjes. Super cool. Ik zag al heel vaak boekjes langskomen. Dat ik denk van, oh ja, dat moet ik ook een keertje doen. Maar dat je dan denkt, ja, dat pieterpeuterige werk. Het houdt me een beetje tegen. Een soort van om ermee bezig te zijn. Maar het is wel echt heel erg leuk. Ik hoopte al dat ik ergens boekjes ging krijgen. Of, nou ja, kopen een keer. Binnenkort is ook de poppenhuisbeurs. En daar hoopte ik ook iets te vinden. Het was echt heel erg leuk. Een plat pompoentje. Ik denk leuk voor als schaal of zo. Dat je dan die cake
dit erop kan leggen. Weer kleine donutjes. Ach, ik vind die donutjes toch zo schattig. Ik ben er echt al heel lang ben ik van plan om het ook te maken. Ik heb gewoon het Fimo klei ervoor liggen. Maar ik begrijp gewoon niet hoe ze dat glazuur doen. Dus ik heb een beetje opgezocht op internet hoe ze dat doen. En dan heb je een of andere liquid klei voor nodig. Dat heb ik allemaal in huis. Maar het is allemaal zo klein. En dat ik denk van ja, hoe klein moet ik het dan maken? Ik vind dat zo moeilijk. Dus nou heb ik wel een voorbeeld. En het lijkt me echt super leuk om een of andere snoep donut shop-achtig iets te maken. En ja, heel erg leuk. Vanochtend werd ik ook wakker en er waren allemaal feeds op Instagram met mensen die hun pakketje al hadden ontvangen en uitgepakt. En volgens mij hadden ze extra vroeg een wekker gezet om het te kunnen doen. Het was echt heel erg leuk om doorheen te bladeren. En je doet het een beetje samen, zeg maar, op een of andere manier met mensen die je niet kan en kent. En echt heel erg leuk. Oh, en ik moet hier echt bijna van huilen. Ik kan er echt niks aan doen. Voor mensen die het nog niet weten, mijn vader die is maandag begraven. Dus mijn emoties zitten echt all over the place. En dit is zo aardig en zo lief. En het is zo spot on. Gewoon dat ik, ja, ik word er een beetje emotioneel van. Het is gewoon echt geweldig. Ik ga het nu laten zien, want jullie begrijpen er helemaal niks van. Het zijn koekjes in de vorm van spookjes en spinnetjes. Ik vind het zo mooi. Echt geweldig zijn ze. Het is echt, echt geweldig. Ik ga maar gewoon door. Er is geen eer meer aan te balen nu. Kijk nou. Wie zijn piept er al uit? Oh, ik ga hem pakken. Ach. Te schattig. Oh, nog meer. Yay. Het zijn er nog meer. Ah, geweldig. Echt geweldig. Oh, ik ben echt zo blij dat ik Mia helemaal knock-out heb gewerkt door met te gaan zwemmen en zo. Oh, dat was ook alweer een verhaal, zeg. Ik heb dus een onwijze knallenfobie. En, nou ja, omdat je dan nu ook, ja, een beetje mentaal, emotioneel een beetje aan de grond zit, zeg maar. Kan je ook niet zo heel erg veel hebben. Dus ik woon hier en dan heb je daar een zwembad. En aan de andere kant heb je een zwembad. Dus ik kan twee kanten op als het ware. En ik ben dus die kant op gegaan. En ik kom daar betaald. En we komen binnen. Mia gedoucht. Mia al op in het zwembad gedoken. Overal ballonnen. Nou ja, dus toen moest ik Mia weer uit het bad plukken. Want zo erg is het dus. Ik lukte me gewoon niet om me te concentreren, zeg maar. En ja, nou, weet je. Normaal lukt me dat niet. En nu door de omstandigheden al helemaal niet. Dus toen zijn we naar een ander zwembad gegaan. Ja, dus Mia zegt helemaal totaal los. Ach, kijk. En dat geeft mij gelukkig de tijd om dit pakket uit te pakken. Want het is zoveel. Dat had ik nooit zo op mijn dode gemakje en zo ervan kunnen genieten, kunnen doen. Oh, wat ben ik hier gelukkig mee, zeg. Ook al zo schattig. Echt prachtig. Echt prachtig. Nog meer boeken. Ah, horrorboeken. En Roald Dahl's Ghost Stories. Weet je dat ik die helemaal niet ken? En dat ik die wel serieus op ga zoeken, denk ik. Lijkt me echt geweldig om Roald Dahl's spookverhalen te lezen. Heel erg leuk. Echt. Ah, ik moet er wel om lachen hier en daar. Ik vind het echt geweldig. Ook knap dat je dat gewoon zo haaks hebt weten af te snijden. Zo, het mag gewoon in een mesje zijn geweest of zo. Op. Het zijn kleine lijstjes voor aan de wand. Met toverdrankjes, foto's, plaatjes erop. Bad Blood, Full Moon Beam, Black Cat Hiss. Schattig. Kijk, ik ga er bijna schil van kijken. Te lezen. Ja, nou, misschien een bril. Leuk. Maar ik ben gewoon echt zo flabbergasted hiervan. Zo leuk om uit te pakken. Zo mooi allemaal gemaakt. En heel gelukkig op dit moment. Het zijn kussentjes voor op de bank.
echt heel erg leuk. Ik ben ook echt heel erg blij dat ze zoveel accessoires heb gemaakt. Woonaccessoires, zeg maar. Omdat ik gewoon zelf al lekker bezig ben met de kapla zagen en dat gehalte. Dus ja, weet je, maar dit maakt het wel echt helemaal af gewoon. En ik ga ook echt, ik heb bij deze gewoon besloten dat ik mijn grachtenpandje gewoon echt helemaal aangekleed met al deze spullen gewoon. Dat het echt zo'n Halloween look ding wordt. Dat het mijn huis wordt. En dat Mia er gewoon lekker met de jatjes vanaf blijft. Ach. Kijk nou. Dit zit erin. Kleine, ja, zuurstokjes. Of rietjes. Natuurlijk, kan ook. Maar aangezien ik heel erg graag een soort van een winkeltje wil hebben met snoepjes en dingetjes, ga ik ze denk ik toch gewoon bewaren als gebruiken als zuurstokken. Zuurstoffen. Zuurstokjes. Maar ze zijn wel echt heel cute. En het is ook echt, nogmaals, je kan hier echt heel erg veel mee. Want je kan dus ook zeggen van nou, vandaag heb ik een Starbucks winkel. En dan heb ik rietjes. En daarbij zat ook dit. Kijk, kijk die lontjes. Het zijn kaarsjes die je op een klein plateautje zou kunnen neerzetten. En hier heb ik natuurlijk deze. Dus daar zouden ze heel erg leuk op kunnen staan, bijvoorbeeld. Ach, ja, leuk. Ja, zij heeft echt zo'n cameo. Ik heb ook een cameo, weet je dat? Ik heb er gewoon één. Hij staat daar achter de boom. Ik weet niet of je het ziet. Kijk, daarachter zie je wat groens. Daar staat mijn cameo. Maar ik heb een nieuwe laptop. En ik ben dus het programma kwijt van de cameo. Dus ik moet even mijn vriend lief aankijken of hij misschien mij kan helpen daarmee. Kijk, zij heeft dus een cameo, vandaar dat ik het zeg. Want ze hebben hele leuke Halloween stickers gemaakt voor aan de muren. Kijk, dit is toch helemaal geweldig om dan echt gewoon ergens helemaal. Of juist hoe hij systematisch op te plakken. Dat je een soort van een behangetje hebt. Of gewoon door het hele huis en dan hier en daar. Snap je? Heel erg leuk, dankjewel. En mijn ballonnenfobie. Kijk nou. Maar ik vind het zo echt heel erg leuk. Dit is echt, echt goud. Ik vind het zo leuk. Ik krijg Mia nog ergens ballon in huis. Echt heel cool. De cadeautjes worden steeds groter en groter. En ik heb er nog vijf. Ja, ik heb nog vijf cadeautjes. Oh, ik heb er doorheen gekeken en ik zie een spinnenweb. Spoiler alert! Och, het is een kleedje. Het is een kleedje. Oh, ik wil in dat poppenhuis wonen. Te gek. Echt te gek. Ja, super. Dit is iets bols. Poesje, poesje mouw. Oh. Een plantje, gezellig. Kijk. Ondanks dat ik zelf niet zo heel erg veel planten in huis heb, begint het wel steeds meer te worden. Vind ik het wel echt super leuk. Ik heb alleen echt gewoon ja, bruine vingers, noemen we dat dan maar. Bij mij worden alle bladeren redelijk snel bruin. Dus ja, heel cute. Ik jat er gewoon lekker doorheen. Wow. Oh, wow. Oh, ik zag eerst dit zo. Kijk. Ik dacht, oh, wow, cool. Een kleedje. Ja, en toen zag ik dit. Nou. Geweldig. Mooi zeg. Op vilt is het gemaakt trouwens. En dat is dan weer met die cameo uitgesneden en erop gestreken. Heel cool. Ach, echt geweldig dit zeg. Ik heb nog twee pakketten over. Welke zal ik eerst doen? Zal ik de platte doen of de dikkere? Kijk, het is. Zie je? Het is wel groter, maar deze dikker. Ik ga voor deze. En dan de dikke als laatste. Ook weer leuke schilderijtjes. Dit zijn luciferhoutjes, zeg maar. Die kan je loskopen bij de Action. En dan kan je dat gebruiken als een lijst. Zo leuk. Ik vind het wel echt heel tof dat ze erover na hebben gedacht dat het dan zo schuin af te snijden. Ga ik ook doen voortaan. Het laatste pakketje. Oeh, het zit in het folie. Dus ik hoop dat ik het hard geknepen heb. Hier zitten flesjes in. Kleine, kleine flesjes. Kijk nou, hoe klein. Kijk mijn vinger erbij. Kijk. Super dorps. Kijk, ze zijn groot als mijn ogen. Zo groot zijn ze. Zo klein zijn ze. Heel erg schattig. En er zat dus nog één bubbeltje dingetje in. Oh, te schattig. Niet met me. Kijk. Tarantula legs, spinnenpoten en bone powder. Toad, stoel, clippings, paddenpoep, stukjes. Ik weet het niet. Unicorn dust en dragon's blood. Schattig zeg. Ja, kijk of het allemaal goed in beeld is.
Ik vind die Tarantula legs echt hilarisch. Ik weet niet, heb je dat ergens gezien of heb je dat echt zelf verzonnen? Want dan schuilt er echt een heks in je. Op een goede manier, trouwens. In mijn wereld is dat oké. Okay. Ach. Ach, wat leuk. Ik ben er gewoon echt helemaal sprakeloos van. Het gebeurt niet vaak dat ik sprakeloos ben. Ik ben er echt zielsgelukkig mee. Het is een hele zware periode heb ik achter de rug. Dit is echt zo lief. Alsof ik nou een beetje beloond word, zeg maar, voor het uithouden. Alessandra, echt. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is echt prachtig. Ik ben er echt zo blij mee. Nou, dit was mijn unboxing van de Poppenhuis-swap. Dollhouse-swap 2019. Georganiseerd door Minihuisjes 39, geloof ik even uit mijn hoofd. Heel leuk. Ik doe heel graag weer mee binnenkort. Nou mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet het filmpje niet even een dikke vette duim omhoog te doen voor al die mooie spullen die Alessandra voor mij heeft gemaakt. En het filmpje voor mij natuurlijk. Dus hele dikke duim. Je kan me dus ook volgen op Facebook en Instagram. Tja, die linken staan hier beneden onderin de beschrijving. En daaronder kan je een berichtje plaatsen. Vinden we allemaal heel erg leuk. En ik reageer nog steeds gezellig altijd terug. Super bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Doei. Het is niet normaal zoveel. Het is normaal. Kanonnen. Bizar. Meer ga ik er niet op zeggen. Bizar. En ik heb heel erg veel inpakpapier. Yay!